Die schrijft over de open lijn een drietal dingen. Alleen lijnen openen als je er baat bij hebt. Het bezetten van de open lijn is belangrijk. En het veroveren van de open lijn, dat zijn eigenlijk de drie dingen die ze in les 15 van stap 5 behandelen. Ik heb toen de tijd een aantal oude leerboeken er ook bij gepakt om te kijken wat die schreven over de open lijn. En ik ben begonnen bij Nieuwsweek, mijn systeem. Zijn hier mensen in de zaal die dat helemaal niks zegt? Nieuwsweek wel. Dat voelt me wel echt. Het leerboek staat vol met fouten helaas. Maar desondanks, als je het boek doorneemt, heb je wel een nuttige strategische bagage voor de schaakpartij. Normaal gaat het dan niet helemaal over open lijnen, maar over half open lijnen. Althans, dit is noemen we eigenlijk dan de gesloten lijn. En je ziet dat de zwartkoning hier eigenlijk volledig veilig staat, ondanks deze indrukwekkende tripering op de H-lijn. Terwijl de witte koning, die heeft grote problemen. Hoe zou wit zich moeten verdedigen? Weglopen is misschien inderdaad het beste. Hoe speelt zwart naar A3 verder? Toren. Waarom niet B-maal A3? Nee, dan speelt hij B-maal weer. Omdat wit dan hetzelfde uithaalt en ze gaat verschuilen achter de pion van de tegenstander. Mm-hmm. En daar staat hij dan relatief veilig. Maar de torenmaal A3, ja, dan blijft die lijn open. En nu heeft dit een probleem. Want nu is het zo dat het binnendringen is op de 7e of 8e rij. Dat is hier een beetje lucht waar je in snijdt. En zat zou zich hier prima kunnen verdedigen met toren E6. Nou, als je het wil aanvallen, dan zijn alle zwarte gedekt. Het is weliswaar een beetje passief voor zwart, maar dit lijkt hier niet langs te komen. Hoe moet het hier wel gebruik maken van de open lijn? Ja, accent te rijden. En dan moet zwart plotseling veel passiever verdedigen, waardoor hij zelf zijn eigen open lijn moet verlaten. En dan kan de witte koning actief worden. En ik wil niet zeggen dat dit hier al gewonnen staat, maar in ieder geval zijn zijn kansen een stuk beter dan in die andere poging. Dus het gaat er niet om zozeer om binnen te dringen op de 7 of 8e rij. Je wilt natuurlijk wel binnendringen in het terrein van de tegenstander. Maar op de rij waar je wil binnendringen, moet er dan ook aanvalstoeren staan. Anders heeft het weinig zin. Je moet er wel wat te zoeken hebben. Het lijkt ook een beetje test laten staan, maar het kan niet zo makkelijk twee keer worden aangevallen. Waardoor het nog wel een meevalt groeit. Alleen we moeten nu natuurlijk wel verder. Paard G5. Uiteindelijk, als we een van die lopers kunnen ruilen, dan komen er manieren om naar binnen te komen. Dus loopman G5, hamel G5, ja, dan hebben we veld E7 te pakken. Dus dat wil ze niet doen. Het is een beetje moeilijk om je een goede raad te geven voor zat. Dus in dat opzicht zullen we de zat voortzetting maar niet veroordelen. A5. Eventueel met toren A7 wil hij nog proberen die 7e rij onder controle te krijgen. Dame F3. Ja, dame D5, daar staat toch net weer wat mooier. Het zijn allemaal eigenlijk kleine zetjes. Toren A7. Dame D5. Koning G7. Paard D6. Ja, paard D6 moet geslagen worden. Toermaal. Ik weet niet of dit nog kan. Ik heb niet gespeeld paard D6. Het ziet er wel verleidelijk uit, want we hebben natuurlijk. Het zal ook zeker niet slecht zijn, hè, met die drie stukken daar.
Maar goed, op een gegeven moment moet je onderscheid maken tussen een goede stelling blijven houden of kijken of je direct kan toeslaan natuurlijk. Ja, ik wil het laatste hier. Kan ik van de branden pakken? Ja, zijn we er al langs dan? Zo. En daarmee E5 heb je weer lopen F6. Ja, ja, kan wel. Ja, ik wil schaak geven, ja, dan komt weer die. Ja. Of heb je hier paard E8 trouwens? Ja. Dit lijkt wel goed, hè? Ja. Sorry, sorry. Ja. Maar ja, goed. Laat het dan met de toren. Ja, dan doe ik dat gewoon. Is dat vaak genoeg gezegd? Ja, misschien kun je nog gewoon aan de kant. Dankjewel, Lon. Nog iets weten. Kan ik F7, dan hangt. Nee, dat kan ook nog. Inderdaad, kan F7 ook nog kunnen. Dat is de type veiligste oplossing, moet ik zeggen. Maar het zou inderdaad ook nog kunnen als er niks in zit. Kan ik terug? Dat was mat toch op dame E6. Oh, het is gewoon mat. Oké, okay. Nou, even kijken wie dat net. 5 punten. Ja. Ja. Ik vertrouw het al niet helemaal. Ik vertrouw het al niet helemaal. Maar goed, ik heb hier nog net geen winst gezien. En die is er wel. Even kijken. Oh, die staat verkeerd op. Ja, excuus. Ik sta te dichtbij, het staat altijd. Ik ken de excuus. Die staat er mee. Ja, zo. Oh ja, zo. Oh ja, net deden we paard E6. Een ander idee? Dan is je een toren af. Dat is een toren. Ga gewoon vast je terug. Hè? Ik bedoel, als die toren op E6 niet zit. Dat kan, die kan niet geslagen worden. Ja. Nou, het motief van die vork speelt wel een rol. Toren 8, denk ik misschien ook wel trouwens. Ja. Goed, het is redelijk recht toe recht aangehouden in eerste instantie. Dat komt niet uit volgens mij. Ja, want hij kan nu niet met lopen slaan, hè, vanwege paard E6. Ja, precies. En met de toren slaan, ja, dat komt gewoon toch mooi uit. Dan ben je ook weer. Ja, met de toren slaan is er wat in het film. Oh ja, dan kunnen we daarmee het zeker doen. Dat is nog handig. Ja. Maar ook dan kun je ook nog het volgende. Zo, dat ging hier naartoe. Hij kan niet. Paard F7 is. Ja, paard F7, dat zou eigenlijk wel moeten winnen. Ja, moet dat niet hebben. Ja. Ja. Heb ik niet gespeeld? Geen idee. Maar hij kan een H5. Ja, maar die dame hangt, hè? Dus je moet pakken. Zo. Even kijken, ja. Loop maar echt om gewoon daar maar af. Ja, dit vindt wel. Ja. Nee, ik was voor een iets andere oplossing. Ik sloeg op F6. En toren E7. Maakt het dan net iets thematischer? Direct, ja, maar. Ja, hij kwam op het. Deze tactische verdediging. Dat is niet eens schaar. Dat dan niet. Ik heb er gewoon wat. Nee, dat is niet. Oh, een toren daar. Ja, dat was het idee van opties, hè? Ja, ja, ja. Maar het werkt niet natuurlijk. Als je het op CS pakt, dan kun je niet pakken, maar je kunt het gewoon hier pakken. Ja, ja, ja. Maar blijft, ja, ja, ja. Maar blijft. Maar blijft. Ja, blijft. Dus hier werd het opgegeven. Ja, mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Dankjewel. Ja, nice. Dan mogen jullie nu in de praktijk gaan toepassen.